Een hele mooie productie, heel erg goed gedaan. En vooral ook omdat de tragiek en de dramatiek en het vak er helemaal in zit. En daar hou ik wel van. Ja, fantastisch. Alsof ik op een te gek concert was in plaats van een musical. Hulde, hulde, hulde aan Albert Verlinde. Maar vooral aan de cast, want het is echt werkelijk waar van een ongekend niveau. Die scène voor Telling You, dus die scène voor het slotnummer, zeg maar. Die is ten eerste voor je stemfinesse. Dat is qua interpretatie bijna niet te doen. En dat is heel erg tellen, omdat dat op en neer... Dat doet ze fenomenaal. Ik ben echt zo verschrikkelijk trots op haar. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een musical in Nederland gezien... waar zo ongelooflijk goed wordt gezongen. Dat is onwaarschijnlijk. Ja, het klinkt heerlijk, man. Dat is echt zo'n feel-good. Geweldige muziek, geweldige stemmen, echt gek. Ja, het is lekker, man. Ik zit heet het zo. Droomrol voor Birgit Lewis, dat we konden zingen. Ik vind het lastig, mensen zeggen, jeetje, wat kan die zingen? Dan denk ik, ja, dan hadden jullie de afgelopen jaren ook eens een keer op moeten letten. Want zij is echt fantastisch. Maar dat zij zo goed kon acteren, dat wist ik niet. Wat een lekkere musical. Ja, ik ben niet zo'n musical mens, maar heerlijk. Al die geweldige zangers bij elkaar. En bij een première al zo'n goede spirit samen. Ik vond het echt bijzonder. Ja, man, powerhouse, geweldig. Geweldig, kippenvel, ja. Heerlijke show, zo genoten. Alles wat je verwacht zit erin. Dus geweldige song, show, emotie. En ik ben heel trots op al mijn collega's die ik net heb gezien. Ja, geweldig. Het is een muzikaal spektakel van hier tot Gunther. Het is, je kan eigenlijk niet zo goed op je stoel stil blijven zitten. En ja, het spat eraf van het toneel. Dus ik ben heel enthousiast over. Geweldig. En het is, dan druk ik mezelf nog heel voorzichtig uit. Maar ik ben zo trots op deze cast en op deze mensen, deze productie. En vooral natuurlijk op mijn vriendinnetje Birgit, want zij heeft voor mij echt de show gestolen gewoon. Mijn eerste reactie is wauw. Ik vind het een beetje raar om trots te zijn op iets wat je niet zelf gedaan hebt. Maar ik was zo ongelooflijk trots op iedereen daar op het podium. En de verrassing is echt toch Birgit Lewis. Weet je dat ze zingen kon? Dat wist ik. Maar haar acteren, haar humor, hartstikke leuk.